Agerso ondersteunt natuurprojecten in de hele wereld, zo ook in Kenia. Leila Hazza heeft dit jaar de Future for Nature prijs gewonnen, omdat zij voor de bescherming van de leeuwen in Kenia strijdt. Het is fantastisch om te zien hoe Leila Hazza zich inzet voor de leeuwen en daarbij de lokale bevolking betrekt. Zij maakt echt het verschil. You know, I'm standing here as an ambassador for the project, but it is a team effort. The reason we're able to succeed at what we're doing is because the 75 staff that we have working in East Africa, everybody works tirelessly every day and they believe in what the overall goal is. De leeuwen zijn een van de belangrijkste dieren in Afrika, want de natuur raakt uit balans als er geen leeuwen meer zouden zijn. Hun leefgebied wordt echter drastisch ingeperkt. Ze worden door de Maasai als grote vijand gezien omdat de leeuwen hun vee aanvallen. Het vee is een grote inkomstenbron van deze nomaden. Daarom doden zij de leeuwen om hun kudde te beschermen. Daarbij is het doden van een leeuw voor de Maasai een statussymbool van kracht en eervol handelen. It was more the issue that I was interested in terms of how can we change behavior. So this negative behavior that was destroying this amazing animal. Leila heeft een methode ontwikkeld om samen met de Maasai ervoor te zorgen dat de leeuwen niet meer gedood hoeven te worden. Ze sporen de leeuwen op met zenders en waarschuwen de herders als ze in de buurt van de leeuwen komen. Op deze manier worden zowel de leeuwen als de kudde veiliggesteld. The Lion Guardian program was developed very organically and it was within the using the community's cultural values and the systems that's already in place. So it's not a foreign idea to the community, but rather it's something that they really truly understand and they believe in. By replacing the value of killing a lion, so the prestige they get, the honor, by giving them a different way to get those same values. Het heeft ruim 2 jaar geduurd om de Maasai-mannen te overtuigen om leeuwenbeschermer te worden. En dat is gelukt. Ze zien de leeuwen nu niet meer als hun vijand, maar als hun vriend. I'm like a proud mother. I couldn't be more happy. Every year, at the end of the year, we have a big ceremony. We bring all of the Lion Guardians from Kenya and Tanzania together. So you're talking 50, 60 warriors, a lot of testosterone in one place. And I feel so honored to be there. And I think the rest of the team is very proud too that have been with me since the beginning. Deze methode wordt met behulp van het prijzengeld uitgebreid naar het zuiden van Kenia en het noorden van Tanzania, zodat de leeuwen meer leefruimte krijgen zonder gedood te worden.